dames en heren, jongens en meisjes en alles wat er tussen zit. Goedemiddag, welkom op het Art College. Jullie kijken naar klas 2A van de dansopleiding. Het is de eerste schooldag na de zomervakantie, dus iedereen is weer blij om elkaar te zien. Dit is Asja. Zij is nieuw dit jaar op school. Ze is een beetje anders dan de rest van de leerlingen. Laten we kijken hoe zij deze dag gaat doorkomen. Geniet van de show. Asja, ga maar ergens zitten. Hey Klas, ik heb een geweldig idee voor een groepstuk. Laten we een afrostuk maken. Dat is leuk en gezellig, toch? Ja. Ja? Goed idee. Ja, dat is vrolijk en anders dan... Nou, zeg dan. Zeg maar. Laat maar zitten. Ja? Jongens, doe even normaal tegen elkaar. Ik heb echt geen zin in de klassieke les, man. Nee, ik ook echt niet. Freddy, jongen. Sanne, je bent weer te laat. Ga op je plek staan. Je staat op mijn plek. Ja. Waarom sta je op de plek? Ga ergens anders staan. Sorry. Oké, heel goed jongens, we gaan verder. 1 uur later. Oh my god! Oké, jongens, welkom bij de hiphoples van vandaag. Ik herhaal het laatste wat we vorige week hebben gedaan. Het laatste stukje van de hiphoples. Yeah, stop. En uitrol. En draai. En achter. En op. Is dat duidelijk voor iedereen? Say the name of what you do, cause Oké, dan mag ik het één keer zien. Let's go.
Gaat alles wel goed? Nee, ik wil niet zitten. Ik vind het hier echt niet meer leuk op school. Ik wil hier gewoon weg. Niemand accepteert me. Ze vinden me raar. Ze knallen tegen me aan. Ze duwen me, ze trekken me aan mijn haar. En waarvoor? Voor niks. Af en toe wil ik 's ochtends niet eens meer wakker worden. Ik wil niet eens meer naar school. Het hoeft van mij allemaal niet meer. Ze treiteren me allemaal en ze vinden mijn tik raar. Wat kan ik er nou aan doen dat ik die tik heb? Dat heb ik nou eenmaal. Wat heb ik zo ooit aangedaan? Ik denk dat ze aan jouw tik moeten wennen. Ze vinden het raar omdat ze jouw tik nooit eerder hebben meegemaakt. Uiteindelijk valt alles op zijn plek. Dan zien ze jouw tik als een goede kwaliteit en een toevoeging die zij ook in hun dansstijlen kunnen toepassen. Wat jij moet doen is jezelf blijven en concentreren op de dingen die je moet doen. Maar weet dat je altijd met mij kunt praten en zeker als je het niet goed voelt. Is dat afgesproken? Thank you.
Oké, jongens, we zijn aan het einde van deze dag gekomen. Laat mij eens zien wat jullie hebben gemaakt. Ik ben erg benieuwd. Zelfmoord plegen omdat ze gewoon gepest worden. Voor mij en ik denk ook voor ons allemaal betekent dat het gewoon veel te ver gaat. Moet je eens kijken. Werden jullie één keer gepest? Ik werd vooral gepest omdat mensen me niet accepteerden, omdat ze me raar vonden, omdat ik hele domme dingen had. Ze zeiden dat ik weet ik veel, een of andere ziekte had. Dat als ze met me omgingen, dat ze dat ook zouden krijgen, dat soort dingen. Buiten werd ik aangesproken, zowel door meisjes als door jongens. Dus ja, het is allemaal goed gekomen. Gelukkig, allemaal goed gekomen, jongens.